zullen we de rest van de week doen alsof Koen jarig is. Oké. Zullen we vanaf nu elke ochtend doen een week lang alsof Koen jarig is. Waarvoor is dit? We moeten een goede taart hebben. Oké, morgen zie je de dus wakker. Vandaag doen we... Hij gaat om 8 uur op, hè? Ja, maar dan moeten wij om 7 uur op, dus. Ja, dus ja. We kunnen ze... Oké. Ja. Moeten jullie maar wakker maken, want anders dan ga ik dat sowieso beslapen. Ben je ook jarig morgen? Maar hij komt sowieso zijn bed niet uit, toch? Als je kamer komt, gefeliciteerd en met een taart en cadeautje, denk ik echt dat hij zijn nest uitkomt. Hij zegt gewoon opflikkeren nu. 21. Of wordt hij 22 dan? Ik heb geen idee. Hij is 21. Nou, hoor, ik bedoel, elke dag niet meer, toch? 21, 22, 23. Hij heeft ineens 30 ineens. Zomaar. Dit vind ik leuk. Zo gezegd, zo gedaan. Die ochtend daarna gingen we Koen verrassen met zijn verjaardag. Yes, een jarig. Die of doen de kop van de kat is ja. Die is wel leuk. We moeten toch proberen eigenlijk binnen te komen als hij slaapt en dan naast hem staan. Of we komen echt zingend binnen. Laten we eerst gewoon zo snel mogelijk die zooi uit je auto halen. Voordat hij überhaupt wakker wordt, dan is het al van net. We zitten gisteravond aan de eettafel en Koen moet normaal vroeger bed omdat hij naar school moet op dinsdag. En uit het niets zegt hij gewoon, oh ja, morgen is mijn les verzet. Dus ik hoef pas in de middag naar school, dus ik kan uitslapen. Echt goed, hè? Wat nou als wij binnenkomen en hij zegt op dat moment net furieus aan het aftrekken is? Dat is gaaf. Stinkt ook naar chocola. Wat een moeite stoppen wij door onze huisgenoten en vrienden. Bro, dat kaas is vet. Hij heeft echt die taart verdiefd, jongen. Oh, is helemaal hard. Echt lekker. Hoe kan dit ooit bedoeld zijn om aan te steken? De kop van de kat is jarig en zijn pootjes vieren feest. Oh, en weet je wat niet meer wat dat is als ik er Koentje. Koentje, gefeliciteerd, jongen. Met je verjaardag, jongen. Met je verjaardag. Gefeliciteerd, man. Die lekkere taart. Waar is dit voor? Voor je verjaardag. Happy birthday, of zo staat er. Nee. Waarom is dit leuk? Ik vond het best leuk. Het is altijd leuk. Het is kort een vraag. Waarom is dit? Je hebt het jarig, toch? Wat is dit? Je hebt het jarig. Oh, ja. We weten dat één ding voor jou het belangrijkste is in de wereld. Geld. En het tweede belangrijkste ding is natuurlijk dat je wel lekker wil ruiken. Man, dankjewel. Dit is mijn beste verjaardag ooit. Ik heb 3 kaarsjes nog uitladen. Oh, één mag een mens doen. Laat er maar 2. Ja, het is wel een beetje ingestort. Het is wel een beetje ingestort, moet ik zeggen. Hoe oud ben je al keurig geworden? 28. Niet dat lekker uitslapen vandaag. Nou, niet dus. Kutzooi. Geslaagd? Ja, voor jou. Geslaagd, prank. Ik besef dat het half 9 ochtends is zijn aan deze chemische chocoladekaart. We moeten even proeven hoe hier is. Koen vroeg dat. Koen is jarig. Happy birthday. Iedereen, waaronder mijn ouders en zo, dus dat vergeten. Maar dat jullie het dan wel vragen dat we een jarig zijn. En deze feeststemming hebben we de hele dag erin gehouden. Speciaal voor Koen. We hebben gezongen voor hem in de auto. En ook in de kleedkamer bij Creators FC. Gloria in de glorie. Vierde DNL was toevallig aanwezig in de kleedkamer en die gooide het in een story waardoor het ging leven online. En ook Koen zelf een post ging plaatsen waarop hij aankondigde dat hij jarig was. Hiermee viel eigenlijk ons plan voor de dag erna in duigen, want hierop wilden Robbie, Ro en ik allemaal op onze eigen Instagram zijn foto met Koen plaatsen. Waarop we zeiden van, hey Koen is jarig, feliciteer hem. Gelukkig hadden we nog een verrassing voor hem in petto. Nog een surprise party met een persoonlijke taart. De tijd is zo slecht. Maar het is ook dat streepje van je telefoon. Ja. Screenshot, dat vind ik echt goed. Nou, zou ik de foto nog kunnen bewerken dat ze haar weer oranje is. Ja, schitterend! 2 dagen later, nog steeds alles onder de kutzooi. Ja, maar een grotere kutzooi gemaakt. Ook gewoon in zijn bed, hoe slaap je hier al 2 nachten? We dachten dat het een goed idee was een heliumkanon te kopen. Een heliumtank. Tank, om ballonnen te blazen, want we hebben namelijk, wat een hutsballonnen. Wel met een Z, want de S was op. Lijkt het alsof niet al gebruikt is. Nee, als we dit doen, dan kan dit er toch niet bij. Oh, dit is kut. Dit is kut. We gaan wachten tot die leeg loopt. Die dingen zijn tyfus groot, gast. Dat is wel leuk eigenlijk. Maar besef, jij stuurt dat filmpje in die groepsapp, of wel oelde je dat? Ja, wij hebben een groepsapp met z'n drieën. Ja, we hebben een groepsapp met z'n drieën. Koen zegt zo van, hoe kom je aan dat filmpje? Ja, die komt in een groepschat. Was in een groepschat. Hij zei nee, was een groepschat met alleen mezelf.
Je had ook kunnen zeggen, ja, dat was de groepset voor vanmorgen. Had ik ook kunnen zeggen. Maar toen zei hij nog, ja, maar ik zag ook die foto van mij met een muurhoofdje, die zeg maar nu op die taart staat. Tering mooi. Ik ben zo slecht dat ze dingen geheim houden. En nog even, we zaten aan tafel en toen zeiden we dat we in de action waren geweest. Hij zo, huh, waarom zijn jullie in de action geweest? Was ook voor dit. Hoe gaat die dicht dan? Is hij nu dicht? Nee, maar dan kunnen we nooit meer huts van maken. Ja, jij kan er trouwens wel bij, anders ga ik op jouw nek. Ja. Waarom ga jij dan op de stoel zitten, niet Raoul? Ik ga er niet bij. Lekker die schoentjes, hij is wel schoon, hè? Gast, dit zou ik echt willen voor mijn verjaardag. Oké. Kijk hoe perfect. Rikken voor de huts. Koen komt straks eens binnen, dan liggen hier 100 ballonnen op de grond en dan denk je, ah, wat kut, en dan kijk je naar boven. Huts. Ja. Jij blaast nu ballon 100 op, toch? Ja, nou ja, er zijn nog wel een aantal. Ja, paar gesneuveld. En eentje hangt daar. Die gaat hij echt nooit vinden. Die doet echt... Wat vinden jullie trouwens van de vlaggetjes? Heel mooi. Wat doe je dus open? Kijk wat je dan ziet. What the fuck? Koen komt opeens thuis. Ik had hem geappt. Hij heeft niets gereageerd. Opeens hij is er. Hand omhoog. Ah, wat een tering, homo's zijn jullie! Is er één jarig? Hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is cool. Maar wat is... Dan brunnen wij alles zo prettig, ja. Kijk omhoog, kijk omhoog! Kijk omhoog! Kijk omhoog! Oké, even één ding. De S was op, dus het is wel een zet. Maar het is wel helium, dus we weten niet hoe lang het daar nog blijft vallen. We dachten daar wat taart bij. Feliciteerd met een T. Dankjewel, echt goede foto. Nou, een stukje neem je dan maar. Dankjewel jongens, dat had je echt niet hoeven doen. Echt niet. Je bent maar één keer per jaar jarig. Sam, ik had jou geappt voor wanneer je thuis zou komen. En je had niet gereageerd en opeens hoor ik de deur open gaan. Dus ik sprint hier die kamer in om die camera neer te zetten. Zat hij aan, man? Bro, we zetten, ik heb niet eens tijd gehad om die... Tyfus confetti op te ruimen. Nee. Ik ga natuurlijk niet op mijn eigen hoofd heen snijden. Hij kan niet veel smeriger zijn dan die chocoladetaart. Wacht, denk je dat ik hem met een salto kan laten landen? Ik ga de dingen salto laten maken. Doe nou niet. Gast ook. Maar dit ruim je zelf op, hè? Ik ben jarig. Wat doe je nou? Sta je dan op je verjaardag? Op verjaardag. De stofzuiger. Zullen we dit ook bij Raoul doen volgende week? Raoul zit hier, dus die verrassing is dan niet heel groot. Ik zou zeggen, wanneer je dit ook kijkt, vergeet vooral niet Koen even te feliciteren met zijn verjaardag. Hoera! Hoera! Adje! Adje! Adje!